Dit huis, het zogenaamde Martena-huis, is nu het stadhuis van Franeker. Maar in 1623 kwam de familie van Schuurman erin wonen. Voor die tijd, toen de familie nog in Utrecht was, had de onderwijzer die de kinderen thuis les gaf al een bijzondere ontdekking gedaan. Ik hoop, jonge heren, dat jullie nu eens echt je best hebben gedaan op de Latijnse teksten. Nou, wat betekent bijvoorbeeld non omnia possumus omnes? Annemaria spitst de oren. De lessen zijn helemaal niet voor haar bestemd. Ze is een meisje. En wat heeft die nou aan Latijn? Meisjes mogen spelen, lezen, borduren of knipwerkjes maken. Maar lezen kon ze al toen ze 3 was. En borduren op haar 4e. En de knipkunst had ze op haar 6e jaar al onder de knie. Dus zorgde Annemaria ervoor dat ze steeds in de kamer was wanneer haar oudere broers les kregen van de huisonderwijzer. Ze moet inwendig lachen. Die jongens weten het antwoord niet. Johan Godschalk stoot haar aan. Doe, help ons nou, betekent dat. Zacht fluistert ze het antwoord. Maar o wee, de onderwijzer is wakker geworden uit zijn gepeins. En die heeft het gehoord. Wat zei je, Annemaria? Het meisje krijgt een kleur. Ze fluistert het antwoord nauwelijks luider dan daarnet. Hoe weet je dat? Wil de onderwijzer weten. Nou, gewoon onthouden, zegt ze. Ik denk dat ik eens met je vader moet spreken, zegt de nog steeds verbaasde onderwijzer veelbetekenend. Het vuur in de haard vlamt flink op. Annemaria heeft er net nog een paar blokken hout op gelegd. Oh, ze weet best dat iedereen in huis al lang slaapt, maar ze kan maar niet stoppen. Nu de familie van Schuurman in Franeker woont, stuurt een kennis uit Dordrecht eens in de zoveel tijd een kist boeken naar het Martena-huis. En wat voor verrassingen zijn daar niet uitgekomen vandaag. Een boek over de Arabische taal, dat was nog eens wat. Latijn, Grieks en Hebreeuws had Annemaria al uitgebreid bestudeerd. En ook Frans, Duits en Italiaans kon ze vloeiend lezen en spreken. En ze kan nu niet gaan slapen voor ze haar naam en het Onze Vader in het Arabisch kan schrijven. En morgen zal ze het aan haar vader laten zien. Oh, die zal zijn hoofd wel weer schudden over dat later naar bed gaan. Maar sinds die eerste ontdekking van de onderwijzer heeft haar vader beseft dat Annemaria een heel bijzonder begaafd meisje is. En heus niet alleen als het op buitenlandse talen aankomt. Hier zie je bijvoorbeeld een knipsel van Annemaria dat ze als jong meisje uit 1 stuk heeft geknipt. Onder het wapen linksboven zie je de naam van Schuurman staan. Ook dit kunstig met pareltjes geborduurde boekomslag is een bewijs van de kunstzinnige aanleg van Annemaria. En dat was nog niet alles. Toen ze 14 was, had ze het eens gewaagd een gedichtje op te sturen naar de beroemdste dichter van die tijd, Jacob Cats. Die had een enthousiaste brief teruggeschreven met een uitnodiging om eens te komen logeren in Den Haag, waar de familie Cats woonde. Annemaria, mag ik je mijn vriend Constantijn Huygens voorstellen? Annemaria buigt beleefd. Oh, ze had niet durven dromen om deze beroemde en geleerde man ooit eens te mogen ontmoeten. Wat lief toch van haar vader om met haar helemaal uit Franeker naar Den Haag te reizen om de uitnodiging van meneer Cats aan te nemen. Mijn vriend Cats heeft me een paar van uw gedichten voorgelezen. En ze klonken werkelijk heel goed, zegt Huygens. Ach, bij uw dichtkunst verbleekte mijne geheel, zegt Annemaria bescheiden terug. Maar wanneer u de prijs opstelt, zal ik u er de volgende keer ook een paar toesturen. Nou, heel graag, zegt Huygens lachend. Ik kijk nu al naar de post uit. Annemaria straalt. En ook haar vader geniet van de lof die zijn dochter wordt toegezwaaid. Hij zal er als vader voor moeten zorgen dat Annemaria's bijzondere gaven tot volle ontplooiing kunnen komen. Kom vrienden, zegt Cats. Mevrouw Elisabeth heeft de maaltijd klaar, laten we niet langer wachten. Er zal nog gelegenheid genoeg zijn met elkaar te praten en nog andere vrienden te ontmoeten. Den Haag heeft op je gewacht, Annemaria. Een van Annemaria's uitzonderlijkste vrienden was ongetwijfeld René Descartes. Dat is lang geleden sinds we elkaar in Franeker ontmoet hebben, begroet Annemaria haar gast, met wie ze intussen heel wat brieven uitgewisseld heeft. Maar je bent toch even onverbeterlijk dat je de hele dag zo in de Bijbel zit te vroeten, Annemaria. Ik dacht zo om me heen kijkend dat jij wel wat anders te doen had.
Luister, René. Ik hou van glasgraveren, van schilderen en nog van 1000 andere dingen meer. Maar er gaat niets boven het bestuderen van de Bijbel. Daarin vind je antwoord op de vraag waarom je leeft en wat het doel is van het leven. Onzin, Annemaria. Je kunt nergens zeker van zijn, ook van de Bijbel niet. Het enige waar ik zeker van kan zijn, dat is dat ik er ben. Ik kan denken en dat bewijst dat ik besta. Maar de Bijbel laat ons juist zo duidelijk weten dat God de oorsprong is van alles wat bestaat. En dat hij een doel heeft met ons leven, brengt Annemaria daartegen in. Wanneer je hem vraagt je te helpen de Bijbel te begrijpen, dan zul je ook niet meer twijfelen. Er komt geen God aan te pas, zegt Descartes dan. Je moet alleen je verstand gebruiken. Het is tijdverspilling, heus, al die studie in de Bijbel. Laat het maar aan ons filosofen over de raadsels van het leven te verklaren. Jij bent onverbeterlijk, René Descartes. Ik zal je raad niet opvolgen. En waag het niet de Bijbel dicht te slaan zoals je eerst van plan was, zegt Annemaria met gespeelde boosheid. Het is een merkwaardige vriendschap tussen die twee. Beiden zijn heel knap, maar ze denken totaal verschillend. Later zou Descartes het voorbeeld worden van mensen die met een dichtgeslagen Bijbel zelf willen uitmaken hoe er geleefd moet worden. En Annemaria het voorbeeld van mensen die leven met een open Bijbel om te weten te komen wat Gods wil voor hun leven is. In Utrecht woont Annemaria heel wat centraler dan in Franeker. En dat geeft haar gelegenheid om zich nog verder te bekwamen in het schilderen. Je kunt nu ook vast aangeven waar die vaas op staat, Annemaria. Annemaria heeft lesgenomen bij de bekende schilder Hondhorst in Den Haag. Samen met haar liefste vriendin. Het is Elisabeth van Bohemen, de dochter van koning Frederik, die uit Bohemen verbannen is en in Den Haag woont. Natuurlijk wordt er veel gelachen en gegicheld. Maar tenslotte leert Annemaria het vak zo goed dat het haar lukt om lid te worden van het Lucasgilde. Een soort vakvereniging van kunstenaars waar je als vrouw niet makkelijk tussen kwam. Aan dit portretje, wat Annemaria van zichzelf schilderde in een medaillon, kun je wel zien dat ze heel wat mans was wanneer het op schilderen aankwam. Evenals bij dit zelfportretje met sluier. Maar ook op andere manieren kon Annemaria zichzelf voortreffelijk uitbeelden. Zoals hier een zelfportret uitgekerfd uit een stuk palmhout. Intussen had Annemaria in haar huis een speciale kamer ingericht om haar kunstwerken, maar ook haar verzameling schelpen en stenen tentoon te stellen. En er gaat haast geen dag voorbij of er komt wel iemand op bezoek. Het is ook niet niets dat iemand 9 talen spreekt, knap graveert, borduurt, knipt, schildert, beeldhoudt, gedichten maakt en goed musiceert tegelijk. Vele geleerden, kunstenaars en vorsten willen die beroemde juffrouw van Schuurman daarom wel eens ontmoeten. Dit glas heb ik met een diamantsplinter speciaal voor u gegraveerd, hoogheid. Ach, u vereert me zeer, zegt de hoge gast. Een bezoek aan uw huis is al een voldoende voorrecht, juffrouw van Schuurman. Het hoge bezoek wordt gevormd door koningin Christina van Zweden en haar gevolg. Stadhouder Frederik Hendrik en zijn vrouw hadden haar aangeraden toch vooral Holland niet te verlaten zonder een bezoekje bij Annemaria te brengen. En zo komen er velen naar het huis achter de Dom. Vooral nadat Annemaria ter gelegenheid van de opening van de universiteit in Utrecht een gedicht in het Latijn heeft geschreven dat overal verbazing wekt, zo knap. Annemaria is niet trots of ijdel, maar toch geniet ze van al die belangstelling en bewondering die blijkt uit de bezoeken, maar ook uit de vele brieven die ze ontvangt. Ze wordt het wonder van de eeuw genoemd. En wat wil ze dan nog meer? Ja, één ding wil ze nog. Ik begrijp niet, professor Fuchsius, waarom een vrouw niet zou mogen studeren aan de universiteit. Ik beheers Grieks, Hebreeuws en Latijn beter dan wie ook, dus waarom zou ik uw colleges theologie dan niet mogen volgen? Bijna iedere dag volgt Annemaria privélessen bij haar buurman, 3 huizen verderop, de geleerde professor Voet. In die tijd was het in de mode om je naam een Latijns tintje te geven, dus heette hij Fuchsius. Mijn lieve Annemaria, zoiets is nog nooit vertoond in de hele geschiedenis. Men zegt dat het voor een vrouw niet nodig is veel te weten. Onzin, zat Annemaria een beetje fel. God heeft ons toch ook met hersens geschapen? Ik zal eens op papier zetten waarom ik vind dat het wel moet kunnen. Goed, doe dat, zegt Fuchsius glimlachend. Wie weet, 1 moet tenslotte de eerste zijn.
Als anderen zeggen dat vrouwen niet geschikt zijn om te studeren, nou, dan weet professor Fuchsius wel beter. Want niet zelden vraagt hij Anna-Maria om raad in plaats van omgekeerd. Misschien kan hij de tegenstanders met behulp van het boekje dat Anna-Maria schrijven zal overtuigen. Psst, daar komt ze. Ze heeft niet eens mannenkleren aangetrokken. Anna-Maria is op weg naar de gehoorzaal. Ze is toegelaten tot de universiteit. Een beetje zenuwachtig is ze wel, maar het gevoel van triomf is sterker. Straks zit ze in haar eigen loge achter gordijnen naar de lessen van professor Fuchsius te luisteren. Nou, laat iedereen dan maar lachen. Haar zien ze toch niet. Zonder zich iets aan te trekken van de spottende blikken van de Utrechtenaren, wandelt Anna-Maria vastberaden over het plein naast de Domkerk tussen twee dienstbodes. Eén draagt de boeken en de ander papier en potloden. En daarmee is Anna-Maria de eerste vrouw in Nederland die colleges volgt op de universiteit. Het zou meer dan 200 jaar duren voordat dat een tweede vrouw zou lukken. Ik ben blij dat ik weer zo ver gezond ben dat ik jullie kan vertellen welk besluit ik genomen heb. Anna-Maria is ernstig ziek geweest. Maar gelukkig is er nu beterschap ingetreden en heeft ze iedereen bij elkaar gehaald om iets belangrijks te zeggen. Haar broer, Johan Godschalk, en twee oude tantes die altijd bij haar ingewoond hebben, staan bezorgd om het bed. Ik heb er lang over nagedacht en mijn besluit staat vast. Ik heb tot nu toe niet tot eer van God, maar tot eer van mezelf geleefd. Trots op alles wat ik ben en wat ik bereikt heb. En daardoor heb ik belangrijke dingen verwaarloosd en het beste laten liggen. We kunnen meer personeel aannemen. Dan hoef je minder te doen in het huishouden, onderbreekt haar broer. Oh nee, zegt Anna-Maria. De plicht om voor jullie te zorgen rust op mijzelf. We zullen verhuizen naar een rustig dorp en daar leven als gewone mensen. En elkaar dienen zoals God dat wil. En zo gebeurt het. Fort paard, fort! Met een kalm vaartje glijdt de trekschuit door een van de vele wateren in Zeeland. 20 jaar zijn inmiddels verstreken. Anna-Maria's beide tantes zijn kort na elkaar gestorven. 89 en 90 jaar oud. En ook haar broer leeft niet meer. Nu ze niemand meer heeft om voor te zorgen, kan ze weer vaker op reis. Ze geniet van de frisse bries en de wijde vergezichten. Ze is op weg naar Middelburg. Daar gaat ze nieuwe vrienden bezoeken. Het is dominee Jean de Labadie. Hij is een Franse predikant die uit Zwitserland naar Nederland is gevlucht. Anna-Maria bewondert die dominee. Hij meent wat hij zegt en hij vertelt iedereen lijnrecht wat er niet deugt aan henzelf en aan de kerk. Er wordt van alles en nog wat over die dominee de Labadie beweerd in Holland. Anna-Maria heeft het ook gehoord. Zijn radicale manier van spreken had hem zoveel vijanden bezorgd dat hij zijn reis naar Holland in vermomming had moeten maken. Er werd zelfs een liedje op hem gezongen. Daar kwam een boer uit Zwitserland, die had een ezel aan zijn hand. Labadie, Labada, Labedonia. Nou, daaruit kun je meteen opmaken in welke vermomming hij gereisd had. Maar ook in Middelburg, waar hij eerst met open armen ontvangen was, schenen er moeilijkheden te ontstaan. Maar Anna-Maria heeft zich voorgenomen hem te steunen. Zelfs al wordt hij als predikant afgezet. Dat is een uitstekend idee, moeder Anna, om op te schrijven hoe je ertoe gekomen bent om je aan te sluiten bij ons. Ik heb het in de eerste plaats gedaan omdat ik geloof dat God het van me vraagt. Maar ook omdat zelfs mijn beste vrienden, Cats en Huygens, niet kunnen begrijpen waarom ik liever arm ben om met jullie samen God te dienen dan de rijke, geleerde en beroemde Anna-Maria van Schuurman te zijn. Daarom heb ik mijn hele verzameling en alle kunstproducten weggedaan. En ik wil het ze graag uitleggen in dit boek. Wat wordt de titel? Vraagt dominee de Labadie. Eucleria, oftewel het kiezen van het beste deel. Ik voel me namelijk net als die Maria in de Bijbel. Die liet alles liggen om aan de voeten van Jezus te zitten en naar hem te luisteren. Zij had het beste deel gekozen, zei Jezus. En zo voel ik dat zelf ook. Anna-Maria is moeder Anna geworden. Ze is Jean de Labadie door dik en dun gevolgd. Ook toen hij uit de kerk gezet werd en een eigen gemeenschap van christenen stichtte. Bij de Labadisten, zoals ze genoemd worden, is iedereen gelijk, of je nou van adel bent of niet. Iedereen helpt en dient de ander zoveel hij kan.
Ze noemen Anna-Maria hun moeder Anna. En haar talenkennis en geleerdheid komen nog steeds goed van pas. Vooral als de groep steeds moet verhuizen. Eerst van Zeeland naar Amsterdam en vandaar naar Duitsland en Denemarken, om uiteindelijk neer te strijken in Friesland nadat Jean de Labadie al overleden was. Daar, dicht bij het dorpje Wievert, in hetzelfde Friesland als waar haar verhaal begon, kwam ook moeder Anna te wonen. Zelfs vanuit Amerika wist men toen Wievert te vinden. Wie anders zal de hoge gasten begroeten dan moeder Anna? Al is ze al 70, haar kennis van vreemde talen is er niet minder op geworden. De Amerikanen zijn heel geïnteresseerd in het leven van de Labadisten. Ze kijken verbaasd rond hoe iedereen zijn werk doet zonder te mopperen. Werkelijk, deze mensen zijn voorbeelden van een leven met Jezus, mompelen twee gasten tegen elkaar. Ik zou vooral ook veel over uzelf willen weten, juffrouw van Schuurman, zegt William Penn, de leider van het gezelschap Vrijmoedig. Hij is de stichter van een bekende staat in Amerika, Pennsylvania, die ook naar hem genoemd is. En hij is de leider van een nieuwe kerk waarvan de leden de Kwekers worden genoemd. En Anna-Maria vertelt over haar leven. Hoe ze ingezien had dat al haar geleerdheid en kunst haar trots gemaakt hadden. En hoe ze door alles los te laten God gevonden had. Zij wenste een levend offer voor God te zijn, schrijft William later die dag in zijn dagboek. En dat is het beste dat gezegd kan worden over Anna-Maria van Schuurman, die misschien wel de geleerdste vrouw was die ooit geleefd heeft, maar die een leven met de Heer Jezus, samen met anderen die hem liefhebben, meer waard vond dan alle rijkdom, roem en eer.